We zitten midden in de zomer en dat betekent dat het tijd is voor een Sinterklaasfilm. Tenminste, voor de opnames daarvan. En die wordt dit jaar gedeeltelijk opgenomen in Alkmaar, met de Rijp als decor. De Goedheiligman was er zelf niet maandag, maar wel een van de slechterikken uit de film. Ik speel Mammy. En Mammy is in de eerste film van de drie in de gevangenis beland. En daar komt ze in deze film uit met alle ellende van dien. Hij snode plannen. Daar kan ik natuurlijk verder niks over vertellen, maar het is erg leuk. Hans, je staat in beeld. Frans weg. Dank je wel, Franske. Zet. Nog een keer. En actie. Ja, vandaag zijn we in de Rijp en dat is één volle dag. En we komen later in het proces nog een keer terug om allerlei shots te maken van de omgeving. Zodat mensen ook in de film gaan zien dat het hier ontzettend mooi is. We draaien hier ook nog een deel van de videoclip. En dan vervolgens gaan we het montagetraject in. Dat duurt 2 tot 3 maanden voordat het dan allemaal achter elkaar is geplakt en de audio eronder zit en muziek, et cetera. En dan begin oktober kan iedereen het gaan zien in alle bioscopen in Nederland. Daar gaan we. En natuurlijk zijn we blij dat Sinterklaas zal aankomen in ons mooie stadje. En u bent al helemaal voorbereid. Maar de Rijp heeft alles wat een oud oer-Hollands dorpje eigenlijk moet uitstralen. In ieder geval op beeld. Het is allemaal met kleine straatjes, leuke betegeling op de vloer, de geveltjes. Dus gezelligheid. En dat wil je in zo'n film natuurlijk.